Thijs en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Hallo allemaal. Okay, hallo. Ik wil ook praten. Hallo. Maar het is vandaag eerste kerstdag. Eerste kerstdag en we zitten thuis. Ja. Want ja, je kan niks. Wij zijn deze kerst alleen en we willen graag even iets met jullie delen. Het is voor Nessie ook echt heel erg nieuw. Maar ik wil heel graag een traditioneel gerecht uit Irak met jullie delen tijdens kerst. Tenminste, die wij thuis met kerst eten. Is dit iets wat jullie zeg maar altijd aten tijdens kerst? Ja, op de eerste kerstdag. Echt? Ja, ja. Oh shit. Ja, ik ben wel echt iets traditioneel aan het meemaken nu. Ja, maar ik wou het niet altijd eten. En dat is dus een grap, want ik vond het niet altijd lekker. Oké, okay, guys, we hebben echt zoveel trek. Ik moet wel zeggen, het ruikt wel lekker. Vind je het lekker ruiken? Ik vind het op zich wel lekker. Ik vond het dus het ergste van allemaal, de geur. De collaging, ja toch? Op een gelukkig nieuwjaar vast en fijne feestdagen. Ja. Meer gezondheid en meer liefde. Ja. En ik ben heel dankbaar dat ik jou heb. Zomaar opeens, gewoon uit het niks. Okay. In deze moeilijke tijden ben ik heel dankbaar dat ik jou heb, een heel sterke vrouw achter mij. En ik hoop dat wij heel veel mooie dingen mogen meemaken. En ik hoop dat deze wereld... dat is echt gewoon heel random hoor. Deze wereld meer liefde, zeg maar dat mensen meer liefde met elkaar gaan delen, vind ik heel belangrijk. Ik wens iedereen heel veel gezondheid toe. Love you. Love you. Maar hoe wij thuis zeg maar aten... Ja. Wij gingen dus vasten voor kerst. Mm-hmm. En dat was best wel lang en dan mochten we geen dierlijke producten. Dus op de eerste kerstdag, het enige wat we wouden eten is eigenlijk vlees. Je gaat gewoon vol. En wat ze dan in Irak dus deden is gewoon echt gewoon een schaap slachten. Ja. En dan gewoon letterlijk alle onderdelen gebruiken voor het gerecht. Echt? Ja. Ook hoofd en ogen en alles? Ja, dus je zag gewoon echt letterlijk een hoofd, tong, hersenen, darmen, maag. Alles wordt verwerkt in dit gerecht. Maar... Oh, alles wordt verwerkt in dit gerecht? Ja. Oké. Dus ik ga... Maar... Jij bent een beginner, dus we beginnen even klein. Dus er zit vandaag geen hoofd en zo. Oké, gelukkig, jij toch? We beginnen met twee kleine dingen. En ja, we laten jullie vandaag zien hoe het allemaal een beetje eruit ziet. Het ziet er niet echt smakelijk uit, maar het smaakt best wel goed. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe je erop reageert. Ik ben heel benieuwd. Wanneer is het klaar? Volgens mij nu gewoon. Echt? Ik ben het aan het koken. Ik heb het niet zelf gemaakt hoor, jongens. Ik heb het gewoon afgehaald. Ik ben het nu aan het opwarmen en ik hoop gewoon dat het lekker is. Ik ben heel benieuwd. Are you ready voor de eerste? Maar hoeveel zijn het er? Hoeveel gerechten heb je? Ja, dit is gewoon één gerecht, maar we hebben verschillende onderdelen. Oké, de eerste. Doe ik mijn ogen dicht of wat doe ik? Ja, doe maar je ogen dicht. Ja, mijn ogen zijn dicht. Oké, dit is het eerste onderdeel. Mag ik kijken? Ja. Het lijkt op een lange merkensworst. Ja. Waar denk je dat worstjes van gemaakt worden dan? Oké. Dat zijn ja, dit zijn gewoon darmen van een schaap. Oh, dat zijn darmen van een schaap, joh. En als we die open, zeg maar, openbreken, dan komt de rijst uit met vlees. Oeh. Dat is best wel lekker. Spannend. Maar dat is het eerste. Hey guys, dit is van dichtbij voor jullie. Het is meer op de achtergrond. Dit is wel echt een heel speciale mukbang, vind je niet? Ik vind het wel een spannende mukbang. Je darm eet je niet. Wat? Je eet alleen de inhoud. Jawel, nee, je eet dat wel. Oh, je eet dat ook? Ja, dat eet je ook gewoon. Okay, ik ben helemaal niet gewend om het netjes te eten, maar... Wat doe je dan? Ik doe mee. Dit kan ik gewoon zo in mijn mond stoppen? Ja, behalve die draadje, daar moet je mee oppassen. Dat is... Zo, ja. En die, meestal doe ik er nog citroen op. Ik doe precies wat jij doet, doe maar met mij ook. Ja, was? En eigenlijk ook sommak, maar ik weet niet of je het lekker vindt. Het is wel pittig? Zuur allemaal. Nee, het is zuur. Nee, dan doe ik alleen citroen. Ik ben al best wel zuur van mezelf. Een beetje sommak erop. Het zijn van die rode kruiden en die zijn best wel zuur. Maar goed. Het is wel lekker, maar ik moet wel even wennen aan de smaak van de darm zelf. Ja, ik moet deze stuk vlees even proeven. Kan je niet zeg maar zo de inhoud eruit halen? Ja. Zo? Ja. En dan alleen dit eten? Ja, dat kan, maar dat is niet het gerecht. Dat is zeg maar niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar heb je wel een andere onderdeel straks, dat ga je ook wel zien. Ja. Dat is wel echt meer rijst. Nou, lekker. Vind je lekker? Ja. Echt? Ja. Ik ben wel eerlijk. Ik ben niet heel erg fan van de darm zelf. Maar dat komt omdat ik misschien dan het woord darm in mijn hoofd heb. Ja. En dat ik nu altijd aan het denken ben, ja, ik ben gewoon een darm aan het eten. En dat vind ik dan niet zo smakelijk. Ja, maar dat moet je even loslaten. Want kijk, als jij die merguezworstjes eet, is het ook van darm gemaakt. Hoe denk je dat worstjes gemaakt worden dan? Ja. Ik ben trouwens niet zo gewend om het heel netjes te eten.
Weet je er mee handen doen? Ja, normaal wel. Echt? Ja. Ja? Nou, lekker. Wat voor cijfer geef je het? Een 7,5, 8. Zo. Echt? Ja. Zo, dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat je helemaal over je nek zou gaan, wist je dat? Echt? Omdat je het helemaal niet bent gewend. Ja, ik ben hier echt mee opgevoed als in... Waar komt dat vandaan, joh? Ja? Van het sausje. Oh. Pikkererwten. Nou, ik ben dus echt mee opgevoed. Als ik zeg maar met de eerste kerstdag naar beneden kom, dat ik gewoon echt die geur al ruik. Ik heb nog nooit in mijn leven gegeten. Echt? Maar jouw moeder zegt altijd wel dat er zo'n Turkse soep bestaat met darmen erin, hè? Ja. Trouwens, voor de mensen die nu kijken en denken, in mijn land hebben wij ook een soort gelijk gerecht. Laat me dat alsjeblieft weten, want ik ken het alleen maar uit Irak. En zelfs in Irak wordt het echt op verschillende manieren gemaakt. Ik laat je nu eigenlijk zien hoe wij het maken in onze familie. Wij komen natuurlijk uit het noorden, is sowieso anders. Ik heb wel begrepen dat Koerden het op dezelfde manier maken als ons. Ja, want die komen ook uit hetzelfde gebied, toch? Ja, precies, daarom. Dus ik ben heel benieuwd of er misschien Irakezen zijn die uit het zuiden komen of Bagdad of zo. Hoe lang duurt het eigenlijk om zo'n gerecht te maken? Is dat echt veel werk? Ja, echt? Want je moet beseffen, de darmen en zo worden ook allemaal schoongemaakt. Ogen dicht. Oh, wacht, ik wou net een hap nemen. 2 seconden. Nou. Oké. Okay. Onderdeel 2. Maar open? Ja. Oh my god. Yo, what the fuck is dit? Met een schapenbal of zo. Nee. Wat is dit? Wat zie je? Oh my god. Het voelt alsof het leeft. Welke onderdeel is het? De maag? Ja. Dat meen je niet. Ja, dit is een schapenmaag. En deze is ook weer... Die hoef je niet te eten. Oh, oké. Okay. Dit is voor de smaak. Oh, gelukkig. Die hoef je echt niet te eten. Nee. Die moet je ook echt zo openmaken. En waarom heb je zo'n harige maag? Wat is dit? Ja. Het heet eigenlijk de pens volgens mij. Maar het is een maag. Heb je het gevoel? Ik denk dat ik door jou nooit meer ga eten. Je moet het aanraken. Nee. Doe één keer. Oh my god, kijk dan. Lijkt op een egel. We zijn even dat wij de eerste volgens mij in Nederland zijn die dit hebben opgenomen. Zo zijn we echt weirdo's. Dit is gewoon een maag, joh. Oké. En dit snij je gewoon open? Ja, of met je hand mag ook. Oh, ik durf het niet meer. Nee, niet zo. Je moet het gewoon zo openmaken. Wat via de zijkant? Is het genaaid of zo? Ja! Ik kan echt niet meer zo vork hoor. Ik durf het niet. Ja, daarom snij ik hem gewoon open toch? Boeien. Hier, kijk dan. Oeh. Ja, moet je daar wel zo'n sausje overheen doen? Oh ja. Yes. Oh mijn god, ik vind het. Oeh, hij ruikt wel lekker. Ja. Hij ruikt anders. Echt? Dan die andere. Ja, andere smaak denk ik. Ik ga gewoon zo open. Jezus man, kijk die inhoud van die maag joh. Ik heb hem gewoon zo gedaan. Hoe is het mogelijk dat dit bestaat? Dat het bestaat? Ja joh. Maar hoe kom je er ook op, hè? Om dit te maken? Iemand dacht ooit een keer, nou weet je wat, die maag, daar kan wel wat meer uitgehaald worden. Mm-hmm. Kijk, en dan moet je bij deze rijst even zo de saus eroverheen. Zo, ik vind het echt een happening dit. Dit is echt heftig, zeg maar. Dit is gewoon een maag van een schaapje. Zo. Ja. Moet je wel saus overheen, want een beetje droog. Ja toch. Met kikkererwten erop zo. Like this. Oh ja. Yes. En wat voor saus is dit? Dit is gewoon echt van de vlees. Ja, echt de sap van het vlees eigenlijk. En daar doen we ook weer citroen over. Ik had niet gedacht dat ik ooit voor een kerst het diner zou eten dit. Echt waar. En smak. Zo op citroen. Zo. En heb je er al zin in? Dit is gewoon, dit vind jij gewoon lekker. Ja, dat denk ik ook wel. Omdat je dit niet hoeft te eten. Ja man. Ja? Ja man. Ja. Gek. Echt waar?
Oh wauw, dat had ik echt niet verwacht. Ja. Ja. Echt? Het is zeg maar vanwege de presentering dat je niet verwacht dat het lekker is, toch? Mm-hmm. Dus dan is zeg maar de wauw effect van het lekker zijn nog beter. Maar juist de onderdelen geven allemaal smaak aan het gerecht. Ja, zeg maar bij dit, bij die soort van worstachtig iets, had ik al een bepaalde verwachting van hoe het zou smaken. Ja. Maar bij deze is die toch net anders, omdat die uit die maag komt ofzo. Ja. Normaal gesproken zie je echt zo'n hoofd hier, hè? Maar hoe moet je met die hoofd doen? Gewoon kijken naar. Ja, er zitten natuurlijk onderdelen zoals tong, hersenen, die je allemaal eet. Oh man. Jouw vader eet het ook, hè? Dat snap ik, ja. Maar mijn vader eet alles. Maar... Jouw moeder ook, hè? Ik snap het wel. Alleen ik vind het niet zo smakelijk om aan te kijken. Maar... Dat is zeg maar weer zo typisch Arabisch of zo. Om dat hoofd ook daar gewoon zo neer te zetten. Met gewoon die tong... Zeg maar, alles is al klaargemaakt, maar ze zetten hem zeg maar zo terug als een schapenhoofd, toch? Om naar te kijken vinden ze mooi. Hier ontbijten wij mee. Met dit? Ja. Hier verbreken wij het vasten mee. Je moet beseffen, we hebben gevast. En dan voordat we naar de kerk gaan, of als we terugkomen van kerk, eten we dan in de ochtend? Ja, gewoon 12 uur of zo. Jezus. Eten wij fatja en dan in de avond hebben we gewoon iets anders om te eten. En in de avond krijgen we bezoek, echt zoetigheid, dat soort dingen. Maar dit is gewoon ons ontbijt. Leuk. Ja, en soms eet je ook als avondeten, als overeet natuurlijk. Het moet ook wel heftig zijn als je in de ochtend wakker wordt en je ruikt gelijk die maag. Ja, snap je? Dat probeer ik je uit te leggen dat ik daarmee ben opgevoed. Dat ik het echt heel heftig vind. Maar vind je het nou ook niet tegelijkertijd een soort van een nostalgische geur hebben? Jawel. Want als je nu dit ruikt, dat je denkt van, doe me denken aan vroeger. Ja, tuurlijk. Toch? Ja. Ja, dat is wel leuk. Wacht, ik ga je het derde onderdeel geven. Oké. Je hoeft niet ogen dicht hoor. Dat is niet echt heel speciaal, maar het hoort er wel bij. Wat doen we? Dit is Kuba. Ja. Maar wij hebben natuurlijk in Irak heel veel versies van kuba. Het is eigenlijk een bal met borrel, zeg maar. En altijd gevuld met iets anders. En hier is het gevuld met dezelfde vlees die je hebt gegeten. En hoort eigenlijk bij dit gerecht een beetje. Dus, is kuba niet vaak droog? Nee, verschillende manieren. Je hebt ook een sausjes juist. Klopt, ja. Ja, kijk. En wat zit hierin? Vlees. Lekker man. Dit is gewoon voor vlees, schat. We hebben gevast, dus, we gaan eten. Precies. Nu snap ik het, als je zeg maar zo lang hebt gevast. Ik denk dat deze video ook niet geschikt is voor vegans en vegetarische mensen. Nee, maar we gaan het niet wel vinden. Oh. Oeh. Ja, lekker man. Wow, die geur ook. Oh. Oeh. Oh, het is een soort van een Berlinbol, maar dan van vlees. Zo. Oeh, heftig. Zo. Heel vlezige geur. Ja. Doe me een beetje denken aan... Doe me ook aan iets denken, maar ik weet niet wat. Friet met stoverij. Ja. Toch? Ja. Friet met stoverij. Van dat draadvlees. Ja, misschien is dat het. Het heeft een heel aparte smaak. Doe hier geen citroen op. Ja. Het is wel lekker. Ik heb dit ook nog niet vaak gehad, moet ik zeggen. Nee? Nee. Het is wel lekker. Ja. Zoveel vlees, man. Echt veel vlees erin, hè? Het is een beetje een soort van gekarameliseerd, maar omdat die zo heel erg op elkaar plakt. Ja. Maar... Plakvlees inderdaad, maar waar is die? Maar ik weet niet door wat. Volgens mij gewoon vet, hoor. Lekker vet. Ja, ik zweer, volgens mij is het gewoon vet. Zo, je hebt je bord helemaal op, hè? Oké, eindbeoordeling van dit gerecht. Eindbeoordeling, zo. Ja. Verrassend, zeker. Heel verrassend. Ja. Nieuw. Maar zeg maar voor als eerste indruk is het niet goor. Ja. Dus het is niet dat ik denk van, wat heb ik gegeten? Ik vond het echt lekker. Ja. Maar het is wel wennen aan de presentatie. Ja. Want laten we heel eerlijk zijn, het ziet er niet uit. Toch? Ja, sorry. Ja, het ziet er niet uit. Ja, klopt. Ik vind het ook niet lekker uit. Als ik mijn ongecensureerde mening mocht geven, dat was niet voor beeld, zeg maar. Ja. Je weet toch? Maar het ziet er gewoon niet uit, maar de inhoud en de smaak, zeg maar, juist omdat ze het maken in de maag en in de darmen, zeg maar, krijg je een soort van die extra smaak van dat er ook nog bij. Ja. Waardoor het, zeg maar, inhoudelijk gewoon echt lekker wordt. En, dus eindcijfer? Laat ik het zo zeggen, als je die rijst met die vlees gewoon in een pan zou maken, had je een hele andere iets, zeg maar, dan was het droog of zo. Ja. Je weet toch, en nu is het gewoon, ik weet niet man, het is echt lekker. Maar een cijfer voor alles, ik denk dat ik dat uit zou komen op een 8. Echt? Ja. Oh, en waarom? Wow. Ik vind het een heel goed cijfer, jongens. Echt? Ja, echt. Ik had echt maar puur op smaak, hè? Ja, dat moet toch ook? Want moest alles op beoordelen. Niet op presentatie in ieder geval. Een gerecht gevoel niet altijd mooi te zijn om lekker te zijn. Nee.
Maar ja. Maar het was wel echt lekker. Ik ben echt blij dat het lekker vond. Lekker man. Gaan we dit nu elk jaar doen of? Ik weet het. Was het gewoon eenmalig? Eenmalig denk ik. Maar ik vond het wel lekker. Nou guys, ik hoop dat jullie deze extra video van mij een beetje leuk vonden. Even wat anders dan normaal. Ja. Lekker schapendarmen en maag en weet ik veel wat. Maar het is wel anders dan een sushi mukbang in ieder geval. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video weer. Fijne feestdagen allemaal. Fijne feestdagen. Dan mag ik even proosten. Oh, proosten. Ja, toch. Yes. Fijne feestdagen. Gelukkig nieuwjaar. Maak er het beste van op een mooi 2021.